Zo, ik zit inmiddels op Blondie. Ik ga nu even lekker instappen, draven, galopperen. En dan heb ik zo les van Daan. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het vandaag weer gaat. Tess is ondertussen in de bak. Wij hebben donderdag gesprongen. Daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Daar konden we heel mooi gecontroleerd voelen in welke galop we zaten. Of soms dat je het niet voelde, maar door de wissel van Blondie dat het alsnog goed ging. Dus dat wil ik vandaag ook wel eventjes weer een beetje meenemen. Maar we beginnen natuurlijk eerst bij de basis. Eerst even kijken of we een mooi aan de hulpen hebben en ontspanning hebben. Tess, wat bent u met uw handje aan het doen? Als jouw pols recht is, dan is jouw hand ook recht. Maar als jouw pols iets doet, dan reageert jouw hand daarop. Goed zo. Oké, Tess, heel goed weer. Zorgen dat je voelt wat je doet. Hè? Niet te veel kijken. Zo. Ja, dat geeft niks. Maak er maar gebruik van. Dat mag. Zo ja. Zo ja. Zachtjes voelen dat je constante verbinding hebt, maar wel met een losse arm. Dit is heel mooi zo. Hartstikke goed. Zo. Kijk of je hier zo mee aan kunt draven. Zo ja. Let heel goed op. Hè? Met die verbinding met je hand. Mag net niet te los en net niet te vast zijn. Zoek daar een beetje tussenin. Zo, ja. En als je iets wil vragen, zoveel mogelijk met twee mondhoeken en twee ringvingers. Niet te veel voorover zitten in je schouders. Zo, ja. Heel goed. Goed zo, Tess. Dit is heel mooi. En als je dan hierin steeds die pas een beetje kunt verruimen, dan is het hartstikke goed. Geeft niks. Geeft niks. Maak er maar gebruik van. Zo, ja. Goed zo. Goed zo. Nou, als zij denkt dat galop makkelijker is, ga je het in galop doen. Zo, ja. Heel goed. En als het dan in de galop weer voor elkaar is, dan ga je weer naar de draf. Been goed lang houden, hè? Dat je niet altijd je onderbeen eraan hebt. Ja, en hoe dichter je bij de singel zit met je been, hoe beter, hè? Heel goed, ja. En die gelijke verbinding aan twee teugels. Ja, wijk je weer een stukje naar buiten, dan stuur je weer wat naar binnen. Recht houden, recht houden. En als je iets wil vragen, doe dat met twee ringvingers, hè? Niet met eentje. Ja, en dan ga je weer aan die linker teugel de volte kleiner sturen. En met je rechterbeen weer die volte groter wijken. Zo, ja. Twee ringvingers. Heel goed voelen. Twee ringvingers. Zo, ja. Goed zo. Goed zo, ja. En tussen, ja, heel mooi. Heel mooi. En met je kuit erbij. Met je kuit erbij. Goed zo. Niet eens zozeer omdat je harder wil, maar omdat je voelt dat je met je kuiten die achterbenen naar voren kunt drijven. En hoe meer je dat met je kuit kunt doen, hoe beter. Kijk weer even naar je pols links. Goed zo. Twee ringvingers. Zelfs als je stuurt. Goed zo. Ja, twee ringvingers. Vraag haar naar beneden. Aan en om je kuit. Zo. Ja, heel goed. En dan vang je winkje op in je zit. Maak je jezelf mooi lang. En goed opletten dat je steeds probeert om met je kuiten te rijden. Tuurlijk mag je enkel helpen als het even niet anders kan. Zo, ja. Goed zo. Ja, en maak er gebruik van. Zo, dus hetzelfde als dat je stapt en ze dribbelt aan, hè. Dat je niet denkt, oh shit, ze dribbelt aan, maar dat je er gebruik van maakt. Want je wil de energie, nou die heb je gekregen, alleen eigenlijk liever, eigenlijk heb je te veel energie gekregen. Dus dat ze helemaal naar een ander ritme gaan. Zo, dat geeft niet. Dat straffen we niet af, want we wilden juist dat ze naar voren ging. Zo, ja. En dan zo weer naar de draf. En dan mag je best die mondhoek zo in die overgang nog iets naar beneden toe vragen. Zo, ja. Zo, ja. Zo, ja. En soepel. En soepel. Ja, rij maar bij met je kuit. Drijf maar bij met je kuit. Om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Zo, ja. Goed zo. En makkelijk zitten. Makkelijk zitten. Zo, ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Zo, een keer een overgang naar de stap. Ze hoeft niet lager. Goed zo. Hier mag ze wel weer ietsje lager. Zo, ja. Heel goed. Ja, geeft niks. Blijf dan maar even doorzitten. Totdat het daar ook weer mooi voor elkaar is. Zo, ja. En meeveren en die achterbenen mooi naar voren toe stappen. En dan draaf je weer aan. Kijken of je de achterbenen kunt laten beginnen. Goed. Ja, en ritme pakken, ritme pakken. Goed zo. Heel erg mooi. Nog een keer die overgang. Dat is wel heel goed hoor. Dus als ze omhoog komt, doet niet meteen je hand het werk, maar eerst je kuit en dan je hand. Zo, ja. Heel goed. Twee handen. Zo, twee ringvingers. Goed zo. Ja, ja, ja. Goed zo. Daar. Niet
verder zakken, niet verder zakken. Ja, en doorstappen. Die achterbenen mooi naar voren stappen. Goed zo, en dan draaf je weer aan. En ze draaft aan en je draaft door. Ja, goed zo. Heel goed. Zo van hand veranderen. Heel mooi dit. Zo, ja. Even laten met je kuit. Ja, goed zo. En die energie dan weer de goede kant op begeleiden met je ringvinger. Hartstikke fijn. Zo, weer een keer een overgang naar de stap. Zo, ja. Ja, blijf toch met je kuit daar voorwaarts denken. Hartstikke goed. Want dan voel je dat ze eigenlijk te veel terugkomt, hè? Goed zo, dat voelde je goed. Zo, en hoe eerder jij het kan opmerken en hoe eerder jij het kan corrigeren, hoe beter je bent als ruiter zijnde, hè? Goed zo, nou draaf zo maar aan. Aandraven en doordraven. Goed zo. Ze mag nog ietsje zakken, maar meer omdat ik ietsje meer ontspanning wil. Ja, daar naartoe drijven. Goed zo. Voelde je dat? Ze ontspande en ze werd lui. Goed zo. Daar. Oké, galoppeer zomaar eens aan. Goed voelen dat ze aan je binnenbeen is. Daar. En aangalopperen en die achterbenen naar voren galopperen. Goed zo. Been mooi lang. Been mooi lang. Knie mooi los. Ja. Ja. En niet aan je binnenteugel, hè? Zo. Niet dat je binnenteugel niks mag doen. Maar zeker in een overgang, als je binnenteugel dan de teugel met de meeste druk is, dan blokkeer je iets het binnenachterbeen. Goed zo. Dus probeer een overgang echt vooral op je buitenteugel te doen. Ja, heel mooi. Oké, even hals strekken. Ik vind hem heel fijn, Tess. Linkerhand mooi rechtop. Goed zo. Kijk, dit is echt Frank Jespers rijden. Dat is toch goed? Die willen ze zeg maar eigenlijk zo, dat je zo je proef kan rijden en dat je dan pas hem oppakt. Goed zo, Tess. En ze mag nog lager. Heel fijn zo, Tess. Lekker. Nee. Maar meteen ook heel fijn dat je vanaf het begin mooi die ontspanning had. Ja. En dan zie je, dan hebben we eigenlijk best van de week, was het even een beetje moeilijk, hè? En dan zie je dat je daarna eigenlijk zoveel weer meer beter bent geworden. Nou, ik was nu eigenlijk heel blij met Tess. Dus Tess heeft nu sowieso een half uur, 35 minuten lekker gewerkt met Blondie. Morgen gaan we op crossles naar Jordi Wilke. Dus ik heb met Rebecca en Tess overlegd of het dan wel voor vandaag nog de bedoeling is, zeker als ze zo fijn is, of om dan ook nog het wijken en zo en alle overgangen nog heel vaak te gaan oefenen. Of dat dan slim is om te doen. Of te zeggen, dit was fijn en we laten het hierbij. We sluiten de dag zo af en Tessie stapt nog lekker even zo door. Dat Blondie natuurlijk wel haar beweging genoeg gehad heeft. Maar dat we ervoor kiezen om dan de training nu eigenlijk gewoon lekker af te bouwen. Zodat ze voor morgen nog genoeg energie over heeft. Zo, Blondie, ik heb het net gehad. Morgen gaan we naar Jordi toe. En we willen er natuurlijk wel netjes uitzien. Dus we gaan Blondie even manicuren. Nee, hoe zeg ik dat? Malen even knippen, staart knippen. Oortjes bijwerken. Hier de tussenstuk, derde oor. En ja, ik zet er even vast voor de zekerheid. En dan, ja. Zin in. En ik zijn onderweg naar de auto. We gaan nog niet helemaal weg. Maar Blondie had tijdens het scheren tegen de tondeuze aangetrapt. Dat vond de tondeuze niet zo heel erg leuk. Dus we gaan nu naar de Horse Store een nieuwe tondeuze halen. Ja, dan kan je natuurlijk wel elke keer je blijven rotten erger aan een tondeuze die het niet doet. Maar misschien kun je beter een nieuwe kopen. Wat doe je dan nou? Dat is niet leuk. We moeten blijven staan. Zo, Blondie. En jij weer terug. Tadaa! Ik heb hier twee koffertjes. En dan hebben we hier de mooie nieuwe tondeuze. Ja, hè? Dat is wel mooi, hè? Oh, dan heb ik hem nu al... Oh.
Ik heb dit nu... Oké, ik heb meteen afpest. Ik heb het schuim gescheurd. Dan ga ik nu tondeuzeren. Ik vind dat dat nu een officieel werkwoord is. Hier de tondeuzen. Gaan we tondeuzeren. Is wel een stuk luider. Kijk, dan maakt hij ook fijn. Ik vind het ook wel een rustgevend geluid eigenlijk. Ik ga ook even al jouw baardhaartjes eraf halen. Want dat is ook wel belangrijk. En ja, ik ben een hele mooie pony. Mooie pony ben je altijd. Ja, ik wil ook van jou. Ga maar gewoon op mijn schouder hangen dan. Kom je. Gewoon als hij stilstaat. Super. Doe je ze allebei achter elkaar een keer, ja? En dan gewoon rustig doorgalopperen. Hou de rust. Je doet het goed hoor. Kijk voor je. Adem een keer diep in en uit. Probeer er ook van te genieten, hè? Zou een soort van leuk moeten zijn. Super! Wow. Ik ben een Blondie. Goedemiddag, morgenavond. Het is vandaag maandag. Ik heb weer school gehad na een week. En gisteren hebben Blondie en ik gekost. Daardoor gaan we vandaag wat rustiger aan. Dus ik ga zonder zadel even op haar... stap eraf galopperen. Niet echt rijden, maar ook weer wel. Blondie heeft gisteren super goed gedaan, dus ik ben er heel erg trots op haar. En daarna ga ik op Roontje rijden. Moet ik even kijken wat ik ga doen. Springen, dressuur, zonder zadel. We gaan het allemaal even zien. Maar nu ga ik er even poetsen. Niet opzadelen, want er gaat geen zadel op. Ja! Ik ben net op je hoofd aan het kloppen, maar volgens mij vind je dat niet heel erg. Nou... Spijt me! Blommie is helemaal klaar. Ik ook. We hebben laarsjes aan en dat soort dingen. Ze heeft heel veel zin in. Nou ja, dan moeten we zin maken. Ik zit erop. Tadaa! Het gaat steeds soepeler. Vandaag ben ik er niet afgevallen. Nou, nog niet. Nee, jawel. Nee, ik bedoel, nee. Het is niet mijn bedoeling om er af te vallen. Maar ik ga nu lekker in het zonnetje rijden. Zin in. Ik ga nog even een mooi plekje voor jullie zoeken. Dan kunnen jullie meegenieten van hoe goed ik kan rijden zonder zadel. Ja, dat. Nou, we gaan even lekker rijden. Oh, ah, wat leuk. We zijn in draf. Oh, wat goed. Blondie gaat hem door. Nee, niet goed. Oké. Zo, Blondie en ik zijn klaar. We gaan nu lekker uitstappen. Ik heb nu wel last van mijn kont, van al het galopperen. En dan ga ik Roontje rijden. Ik heb nu wel zo'n kruisje neergezet. Ik heb Verona haar zadel opgezadeld. En dan ga ik nu haar hoofdstel in doen. En dan kunnen we lekker gaan springen. Kijk, Roontje heeft haar hoofdstelletje in. Hoi, kinderen. Ik ben één gaatje korter gaan zitten dan normaal gesproken. En dan ga ik nu het lekker inrijden en dan zo een sprongetje maken. Ik heb net lekker gesprongen. We zijn nog niet klaar. Maar we zijn even tussendoor aan het stappen. Want het is warm. Dus dat is belangrijk. Er staat daar weer een sprong. Ik heb hem iets hoger gezet. Ik ga zo nog een keer filmen vanaf daar. Weer. En ik ga een keer meenemen over de sprong. En dan weten jullie misschien nog wel met Bianca. Met de jumpfies.
dat je zo'n foto maakt als je over de hindernis heen gaat. Nou, ik ga het proberen. En dat is aan jullie de taak om daar een screenshot van te nemen. Precies op het moment dat ik goed over de sprong ben heen gegaan. En dan kijken of dat lukt. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Oeh, we gaan een jumpy maken. Ik kan dit. Ik hoop dat hij goed is. We gaan het nog een keer proberen. Misschien dat ik een beetje raar kijk, maar daar doen we het maar mee. Verona denkt, wat doe je? Let op. Nou, ik let op, maar nee. Ik denk dat ik iets meer zo moet doen. Gaan we nog een keer. Oké, ik ga nu even kijken hoe ik het heb gedaan. En dan... Oh, gaan we even kijken hoe we verder kunnen. Oké, ik heb gezien dat ik meer zo moet doen. Dat ik mijn arm verder moet strekken. Ik word al heel raar aangekeken. Maar weet je, ik ben raar. Je hebt de stoel wel gestapt hoor, geen zorgen. Oké, kom. 1, 2, hoppatee, ga op. Dit paard is te braaf. Dat mag ook niet, volgens mij. Ik kan het heel slecht zien, want het zonnetje schijnt. Ik word wel raar aangekeken. Ja, ik ben aan het vloggen op een paard. Oké, we gaan nog een keer proberen. Dit kan ik. Vloggen en paardrijden tegelijkertijd is niet mijn ding. Oh. Gaan we nu iets hoger maken. En dan nog een keer springen. Ik ben nu ongeveer een half uurtje aan het rijden. Wel lekker bezweet. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het zo warm is. En springen natuurlijk alles bij elkaar. En dan ja. Nou, dan ga ik nu neerzetten. Gaan we nu nog even uitstappen. Mag ze ook zo nog even samen met Blondie in de stapmolen. Dan ga ik alle spullen opruimen, de hapjes doen. En dan ga ik... mogen ze ook nog los? Ja, maar eerst even uitstappen. Dan de sprong opruimen. Ja, dat is de planning. Het is donderdagavond, dus weer springavond. Ik heb vanavond een lijntje neergezet. Met bij elke hindernis 1 galopsprong. Dus dan gaan we goed kijken dat we Tess en Blondie daarin hun balans kunnen geven. Dus dat ze onderweg zelf goed in balans kunnen blijven. Tess staan ze vast even lekker aan het losrijden. En dan gaan we zo eerst beginnen met een kruisje met 2 balkjes. Oké, Tess, we komen ze dadelijk in galop. Na de C afwenden of na de A. Dat is even aan jou welke galop jij het makkelijkst vindt. En dan heb je 2 galopsprongen. Balk, 2 galopsprongen, kruisje, 2 galopsprongen, balk. Ja. Dus zelf ook rust in je lijf, hè. Niet ongeduldig worden. Anders ga je een beetje tegen elkaar inwerken. Goed, makkelijk. Dus even die druk op de bal van je voet. Zo, los in. Maak je lang. Rust. Rust. Nog steeds doe je corrigeren, steeds even luchten. Want als je lucht, moeten ze het op eigen benen doen. Rusten, 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 rusten. Heb je galopsprongen geteld? Nee. Oké, doe dat zo eens. Rust. Alles in jou zegt, we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik heb hem expres niet heel ver weggezet, omdat ik wil dat ze een beetje meer sluiten. Ja. We hebben even een tijdje gehad, dan moesten we wat meer vaart maken, omdat we wilden dat ze er overheen ging. Maar dat doet ze naar mijn idee nu een beetje te veel. Ja, dan moeten we heel erg van benen aanhouden en ook ja, zorgen. Maar dan ben je in een crossbaan, hè? Ja, alleen ik vind het heel lastig om dat weer op te zetten. Je moet heel goed bij jezelf bedenken, als ik
aan het springen of aan het dressuren ben, hebben we vandaag een crossparcours waarin we groot kijken. En op een crossterrein staat alles ook ver. In een springparcours staat alles ver. En daarom doen we thuis wel eens terug oefenen. Dus dat jij ook aan haar kan leren dat er een heel groot verschil is. Dat als we een keer een lijntje op een verre afstand hebben, maar ook een keer een lijntje op een smalle afstand of op een kortere afstand. Dat we dus haar en jou heel veelzijdig kunnen trainen. Dat je dus en lang en groot kan, maar ook rustig en terug. Ja? En dat jouw naar voren dus niet jagen wordt, maar juist grote galopsprongen. Want vaak als je hard gaat, worden de galopsprongen niet groter. Je moet kijken dat zo'n paard toch ontspant in zijn lijf en daar die achterbenen naar voren rijdt. Dat ze dus echt meer ruimte en lengte gaan maken in de lijf in plaats van dat ze harder gaan galopperen. Kom ze maar een keer, je mag inkomen in galop. En kijk naar de achterste. Ja. Heel goed. Oké, kom hier. En let op dat je geen controle wil maken door de teugel steeds kort te pakken. Blijf zelf mooi wachten en hou die druk op de bal van je voet. Rust. Super. Jij mag dus onderweg een beetje verlicht blijven staan. Niet zozeer verlicht zitten dat je als een raket door zijn oren heen wilt, maar een beetje verlicht staan. Dat je heel de weg ongeveer 3 centimeter tussen jou binnen en het zadel hebt. Heel mooi, kijk. En dan weer corrigeren. Ja, goed zo, dat geeft niks. Dat geeft niks. Nou, dit is goed hè. Goed. Dus op die bal mag jij daar een beetje verlicht staan. Kijk naar de laatste. Goed zo. Nog een keer. Kijk naar die laatste. Jouw been draait maar naar die laatste. Goed zo. Kijk naar de laatste. Kijk naar de laatste. Heel goed. Stap hoor, wat haar hol in haar bolle kant is. Daar hangt natuurlijk graag een beetje naar rechts. Dus dan zou ik makkelijk altijd links landen. Dus het is bijna voor jou al, maar dat als het niet lukt vandaag, vind ik dat niet erg. Dat je al een beetje probeert, wat Astrid je gisteren heeft uitgelegd, zo die schouders al een beetje naar links te plaatsen. Niet omdat dat kracht moet kosten, maar dat je steeds zegt, hé, hey, beetje naar links, beetje naar links, beetje naar links. Goed zo. Oké. Okay. We gaan de hoogte in. En dan mag je haar nog meer test durven loslaten. Rustig aan, rustig aan. Ik wil niet dat die wissel voor stress zorgt. Lijn naar voor je hand, naar voor je hand, naar voor je hand. Goed zo, nog een keer. Naar voor, naar voor. Ja, goed zo, ja goed. Doe het nog één keer, Tess, met dit gevoel. Dus je mag ze echt een beetje loslaten van voor. Hand naar voren, hand naar voren, hand naar voren. Ja, goed zo. Heel goed, lekker uitdraaien. Ja, wat je nu een beetje ziet is, als jij meer ruimte geeft, dan kan ze meer de hals lang maken. En dan ook die rug oprekken op de sprong. Dan krijgen we ook echt die rek in de lijf. Goed zo. Maar dat is gewoon spannend ook hier, aan het los te laten. Maar daar moet je elkaar steeds meer leren vertrouwen, hè? Je hebt wel controle, maar heel stuk minder. Ja. En jij moet dan bijna, om dus te zorgen dat dit niet misgaat, met je kuiten voorwaartse drang aangeven in plaats van dat je met je teugel corrigeert. Dus dat de voorwaartse drang, niet hard, maar de voorwaartse drang, die lost het voorwaarts op. Ja. Goed zo. U was klaar? Ja. Nee, oké, dan zet ik hem uit. Ik heb net springles gehad en het ging echt wel heel erg goed. Ze was al wat meer voorwaarts omdat we natuurlijk bij Jordi zijn geweest. En ze had nog een beetje de crossflow. Daarna hebben we een lijntje gedaan en die ging ook wel heel erg goed. Dus ik ben wel heel erg trots op haar. Het is wel tijd voor de tandarts, want ze is een beetje aan het tanden knarsen.
corona. Kijk je lekker, vrouw. Hallo. Zo, nu nog eentje op de been. Ja, dan zien jullie er niet zo goed, maar die zien wel. Op je hoofd, soms weet ik niet, wil je dat? Op je hoofd? Ja, op je neus. Dan kan je wel stinken. En de hoofd vindt ze vandaag niet leuk meer, dus ga ik gewoon zelf doen. Dus die gaat op haar hoofd. Voor. Ja. Oh. Ja, op een krukje gaan we even terug. Hallo, kom. Even niet te paard zijn. Joehoe. Hallo. Ik was hier. Ja, dank je. Kom maar. Even een stukje naar achter. Goed zo, vrouw. Ja. Ja, om voor mij het makkelijk te maken natuurlijk, hè. Goed zo, vrouw. Hallo. Deze wondjes zijn dus eigenlijk gewoon alleen het haar eraf. Een beetje geschaafd. Zo doen we de honingzalf op. Ik hoop dat dat in ieder geval een beetje ontspant. Ze vindt het ook wel lekker, geloof ik. Dus dat is fijn. Voelt het wat aangenamer aan. Ja, en dit soort dingen op haar hoofd, ja. Daar kan hij wel op. Maar die is dan open. Dus dat durf ik dan weer. Doet gewoon. Ik weet niet of het mag. Nou, op advies van Steve nog maar even. Rijden, niet intensief of zo, maar gewoon even lekker bewegen zodat ze minder spierpijn krijgt. Zich ook loopt, denk ja, trilplaats onder bank, misschien is dat ook wel lekker. Of er ook in zie je. Ze zegt ja, even 20 minuten dragen is ook wel even lekker. Dus ik ga even 20 minuten dragen. Ze lijkt verder ook gewoon wel oké, okay. Ze loopt ook normaal. Dus ja, ze zal vast vastgelegen hebben, maar is dat niet zo'n slimme paard? Nee. Ik denk dat ze de voerbak tegenover gehad hebben of zo, want ja, het ziet er niet zo gezellig uit, arme paard.